Zullen we beginnen? Yes, ja. Met uh, Shark Talk nummer 90. Damn Dammit, 90! De, de, die 100 komt toch ooit een keer in zicht. Had ik niet verwacht. Na al die jaren. Maar maakt niet uit. We zitten hier boven een drankenhal. Niet in een drankenhal, want dan had het anders geklonken, denk ik. <laughs> <laughs> uh, maar die grap is vast hier al 100 keer gemaakt. Maar nu maak ik hem. En dat is voor, toch voor de eerste keer. Uh, want uh, we hebben net weer uh, twee clips hier uh, opgenomen... En hier is net buiten Harmelen, zeg ik goed? Net buiten Utrecht in Harmelen. Nog wel in Harmelen? Ja. Want ik op een gegeven moment reik, is een botje voorbij. Toen stond gewoon zo'n streep doorheen. Ik denk, oh, nu ben ik er weer net buiten. Ja, het is befaamde industrietrein, de putkop. Maar dat hoort bij Harmelen. Ah, oké, okay, ja, dat het wel is. Periverie, maar. Uh... <laughs> ja, de harmelen, de periverie, ja, Hier staat normaal wel de file. Dus... Ja. <laughs> ja, dat dat werkt op die manier. Nou ja, ik werd uh, uitgenodigd. Ik denk, ja, dan rij ik toch wel die kant op. Maar mij toch niet juist. Ik vind het altijd leuk om overal in Nederland clips op te nemen. Dus uh, ik denk, dan rijd ik deze kant op en dan gaan we clips opnemen. En toen zeiden jullie: Ja, zullen we dan ook een podcast opnemen? Ik denk, ja, daar hou ik van. Dat doen we dan. En het is nu uh, 29 juli. En uh, het is zomer. Maar uh, ja, toen ik hier kwam, misschien de zon nog. Dat was fijn. Maar we hebben de afgelopen tijd toch wel een hoop regen uh, voorbij zien komen. Vier in, mee. in bepaalde delen van het land uh, wat meer dan, uh, dan waar wij. Je was alleen maar zon. Hier, ja, nou gewoon niet alleen maar zon. <laughs> maar ik denk dat wij het uh, goed getroffen hebben <laughs> qua Schilt. droogheid en. Het uh, scheelt weer. We hebben ja. één uh, buitenoptreden dit. Uh, Magere festivalseizoen gespeeld en dat was gelukkig geen goed weer. Dus voor zo vent, zover het de band betreft hebben we nog geluk met het weer. <laughs> Mooi zo. Zullen we die band eens introduceren? Want uh, ik kijk nog steeds naar zo'n heel felgeel uh, scherm, maar dat kijken jullie maar op de video terug. <laughs> en dan staat jullie net bij aan op Between the Jars. Ja, uh, um, ik, ik neem aan vanwege beneden? Dat klopt helemaal, ja. Ja, sterker nog waar wij nu zitten, dat is dus de zolder van de drankgroothandel. Daar stonden vroeger de oude jeneverkruiken. En whisky kruiken. En het was. Uh, ik, ik bedacht op een gegeven moment. Uh, nou, nee, ik, ik hoorde het liedje Whisky in the Jar van Thin Lizzy. En uh, we dachten al een tijdje na nou, over een bandnaam. Van wat, wat, wat moeten we toch bedenken wat een klein beetje persoonlijk is en leuk klinkt. En. Uh, nou ja, Whisky in the Jar. We stonden tussen de oude whisky kruiken, zo simpel was het. We maken muziek between the jars. Nu zijn inmiddels alle whisky kruiken in Jenever kruiken hier weg, want die hebben plaatsgemaakt voor een studio. Maar de naam is nog steeds relevant. Want onder ons bevinden zich nu de whisky-kruiken. Ja, kijk eens aan. Um, willen jullie jezelf even voorstellen? Want mensen hebben nu een beetje jullie stem al gehoord. Mijn stem kennen ze. Maar uh, stel jezelf even voor. En uh, ook misschien wel of degene die nu beneden zitten. Dat is goed. Ik ben uh, Max. Ik ben uh, drummer van Between the Jars. Ik ben Florian Albronda. En ik ben uh, zanger en uh, ritmegitarist van uh, Between the Jars. En beneden hebben we nog onze drie andere leden zitten. En dat is Marleen Kuipers, die speelt toetsen. We hebben Maart van den Ende, die speelt bas. En Chris Fontijn, en die is lead gitarist Mooie vijfkoppige band. En ik heb net voor het eerst jullie muziek gehoord in een akoestische sfeer. Dus ik ben benieuwd hoe het normaal klinkt. Het zal niet heel veel luider zijn, toch? Het Gaat echt helemaal los? Het gaat wel ietsje luider dan de akoestische sferen. Nou, jullie gingen net al behoorlijk los. Dus ik ben benieuwd hoe het dan regulier klinkt, zeg maar. Maar die videoclips komen later op de verschillende kanalen waar jullie het normaal gesproken ook allemaal vinden. Online natuurlijk, maar dan moeten we maar even onderling nog even kijken wanneer we dat precies kunnen gaan releasen. En ook een beetje aan mijn tijd denkend. Maar ik heb in augustus misschien iets meer tijd, wie weet. Uh, maar uh, deze week is nog een, 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 een hele drukke week. Um, ja, jullie zeiden al, jullie hebben hier een studio gebouwd. Uh, daar kijk ik ook uh, naar. We hebben ook een van de, van de clips daar uh, echt in opgenomen, zeg maar. Um, wat was daar de reden voor om, het, om, om echt zelf een studio te, te bouwen? Want ik neem aan dat er hier in de buurt toch wel een aantal uh, gerenommeerde studios liggen, toch? Nou, dat valt nog tegen eigenlijk. Uh, ja, wat is in de ja, buurt? Als je in, ja, <laughs> precies. Ja. Dus hier in als Nederland? Je, als je in de buurt... <laughs> nou, we zitten redelijk dichtbij in Utrecht. Dus en in Utrecht hebben we natuurlijk prachtige studios zitten. Uh, waar we zelf ook hebben opgenomen. Uh, bij Studio Moskou. Uh, we hebben ook een keertje bij Kytopia een project gedaan. Dus dat... Uh, het zijn helemaal... niet de meest vervelende plekken nee, om uh, helemaal iets op te nemen. niet. Nee. En ook fantastische mensen om mee te werken. Uh, maar het is in deze. Uh, je ziet het steeds meer in deze dagen dat, um, ja, dat, dat veel toch ook wel in eigen beheer wordt gedaan. Omdat studio tijd gewoon uh, kostbaar is. Het is duur. Uh, en je wil gewoon eigenlijk uh, ook zelf weten hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het, hoe het werkt. En we investeren ook allemaal heel erg in onze hobby. Dus we hadden een hele hoop. Spullen al staan om goede demo's van onszelf te maken voordat we de studio ingingen, en op een gegeven moment was dat zoveel uh, ja, stapels aan het hoep <laughs> dat we dachten: van uh, laten we er een uh, muurtje omheen bouwen en dan hebben we een studio bij elkaar opgeteld. Is dat een studio? Ja, ja. ja. nou ja, het is natuurlijk wel zo als ik, als ik daarna kijk, uh, uh, het, het zal niet van alle facetten voorzien zijn, zeg maar ten opzichte van een reguliere uh, studio waar je een een wandje opentrekt, dan opeens uh, duizend gitaren voorbij ziet komen. Ja. Uh, maar aan de andere kant, het is wel precies zo zoals jullie het dan willen. Ja. Ja, en we moeten ook zeggen voor de, de mixing en de productie... doen we in samenwerking met de studio waar we ons debuut al hebben opgenomen. Over the Time to Be life. Dat hebben we opgenomen in Sound Vision Studio met George Konings in Arnhem. Dus hoe we het nu doen is dat we hier de tracks opnemen. Mm -hmm. Hebben zelfs, zoals Florian zei, uh, geïnvesteerd in microfoons, in onze eigen instrumenten. De, die klank vinden we mooi. En dan uh, werkt uh, George er aan wanneer het is opgenomen in Soundvision Studio. Dus daar kunnen we dan nog gebruik maken van alle na-effecten, plate reverbs, uh, noem het maar op. Ja. En dat blijven we ook heel graag uh, voorlopig uh, met uh, George uh, samen doen. Want we zijn daar heel erg tevreden over, die samenwerking. Ja, en het is net echt wat jullie net ook al noemden. Hè? Die demo veren worden zo, zo goed tegenwoordig dat het bijna tegen gewoon een studio-opname aan zit... Tot dan nog de vraag is, wat, waar zit dat verschil nog? En natuurlijk, de, de engineers zullen zeggen, je moet in de studio opnemen. Dan, dan heb je nog eh, behoorlijk wat winst. Uh, maar inderdaad, het zit natuurlijk wel, eh, ook uh, geldwijs, dan zit dan opeens dat hele kleine stukje verschil is wel extreem duur. Dus ja, dat kan ik wel voorstellen dat je dan zegt van nou, we maken zelf iets en dat ziet er leuk uit, heel cozy. Dat ziet iedereen <laughs> straks ook wel op die videoclips. Um, maar dan moet ook iemand hier achter die toetsen zitten. Althans, schuiven, Sorry. Ja, nee, Ik dat zit doen... achter de toetsen. Voor, voor. iets. Maar... Of maar alleen achter de toetsen, ja, dat kan ja. ook. Ja. Uh, nee, ja, dat, doen we, dat doen we allemaal zelf. Dus we hebben deze, deze tafel en, en het opnemen. Dat kunnen we echt allemaal zelf. Dat weten we. Hoe we dat moeten doen. Maar het is ons. Kijk, wij, wij met onze studio doen we het ten eerste gewoon uh, graag voor ons eigen, uh, voor ons eigen werk. Uh, maar er is ook gewoon wel echt een, uh, een gat. Um, voor wat kleinere segmenten, segmenten qua bands. die hier in de omgeving spelen. Uh, en dan heb je het echt over regio Utrecht en omstreken. Uh, ja, voordat je naar een. voordat je naar een echte studio stapt. dan ben je toch al best wel per dag. al best wel wat. nou ja, honderden euro's kwijt. aan, uh -huh. aan gewoon dat je de hele studio moet huren. Uh, en daar, daar, willen wij, daar kunnen wij en willen wij op dit moment ook helemaal niet. tegenop boksen. maar we willen wel een soort van plek creëren. waar uh, heel veel beginnende bands. zoals wij. Uh, uh, of misschien nog in een vroeger stadium. Of die... Eigenlijk de plek tussen thuis en de studio in. Ja, precies. Ja. nog, een, uh, nog een, een, een plek waar je even net even iets beter hebt staan. Net iets wat meer hebt staan. Ja. Zonder dat het meteen in de papieren uh, loopt. Ja. ja, precies. Dat is eigenlijk een beetje waar, ja, de bands die wij allemaal tegen zijn gekomen op onze reis. Zo uh, so far uh, ook een, een plek geven waar het inderdaad niet meteen uh, de, hele, de hele portemonnee leeggetrokken hoeft te worden voor alleen de studio studiotijd. Maar heeft de studio dan ook een naam al? Ja, de studio heet uh, Sasa Studios. Om het makkelijk te maken. Ja. Wat is de uh, betekenis erachter? erachter? Ja, of was S dat gewoon één keer goed naar beneden en aan het eind van de avond, dat was de naam? Nee, ja, het was, ik, 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 ik schrijf nogal wel zo gewoon uh, songteksten. Sowieso voor de band, maar ik, ik schreef ook heel veel songteksten en schrijf ook heel veel teksten gewoon voor mezelf. Uh, van ideetjes die ik in, in me opkomen. En een van die teksten die gaat over een plek. Uh, wat een soort van utopie is. Uh, waar je vrij mag doen. Uh, en willen wat je. en kunt kun doen wat je wil. Uh, en die, die plek heette in die teksten. Sassapelua. En zo zijn we daar een beetje op teruggekomen. Nou, dat, uh, dat sluit er heel goed aan, toch? Ja. Um, op het moment dat jullie. Uh, bezig zijn met die eerste plaat. Hè, want ik zie hem achter uh, jou staan. Mooi op vaniel uitgebracht. Altijd mooi, toch? Als het op vaniel is. Um, hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest? Wanneer is je uitgekomen überhaupt? Uh, hij is uitgekomen 4 april 2020. Dat klinkt als een topdatum. Dat is inderdaad <laughs> een beetje tragisch gelopen. Het, hele, het was een prachtig project, maar met een klein beetje toch eerlijk gezegd jammere uitkomst. Uh, ja, hoe, hoe lang het totaal heeft geduurd? Ik denk zo'n anderhalf jaar. Uh, we hadden over die jaren heen veel creatieve ideeën voor nummers. Ik denk dat er zo'n ...half jaar hebben genomen om het schrijven van die nummers uh, echt af te maken... ...dus in de details uit te werken. Toen hebben we het album opgenomen in uh, 2019, in juni... Uh, ...bij George in Soundvision Studio in Arnhem. En toen heeft het, dus, heeft het dus nog tien maanden of zo gekost voordat het uitkwam... ...en in die tijd zat dan uh, mixing, mastering in Abbey Road Studios... Ook leuk om altijd kunnen, een altijd. keer te kunnen zeggen. Zeker, zeker. <laughs> En, uh, en de, het hele promotieplan. Er zit prachtig artwork op door Nauwel Garcia. Dus dat uh, vroeg ook nog wat tijd. Uh, videoclips opgenomen. Maar zoals je al zei, toen in maart uh, sloeg het noodlot toe. En uh, werd de wereld getroffen door COVID. Uh, in ieder geval West-Europa in maart. En uh, heeft de release niet zo kunnen plaatsvinden als we hadden gehoopt. Maar hij is uitgekomen. Ja, want op een gegeven moment kun je ook niet meer die, die, die plucht eruit trekken. Dan is het gewoon, dat is allemaal zo in gang gezet... Nee, ja, we hebben nog heel erg getwijfeld inderdaad op een moment. Want het was 4 april en ja, COVID was ergens, weet ik veel, begin maart. Ja, al eind, maart. eind februari begon het echt. Ja. Uh... Ja, en toen, toen dachten we eerst nog van, ah, het zou toch niet zo zijn dat het, dat het af... Afge... Zo uit de, uit de hand kan het niet lopen, maar dat deed het dus wel. En toen hebben we inderdaad nog wel de discussie gehad van, ja, moeten we het dan uitstellen of moeten we het gewoon uitbrengen? Uh, en toen hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt toen om het toch uit te brengen. Want je hebt inderdaad wel de promotie er naartoe gedaan en uh, een soort van hype gebouwd. Dat is nu wel de bedoeling. neem ik aan. Ja, 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 zeker. En ik denk ook terugkijkend over hoe lang dit, dit, deze hele crisis al duurt... is het ook gewoon de, de juiste keuze geweest om het toen uit te brengen. Ik weet nog dat we heel veel discussies hadden met, met bands en ook in de industrie. Ja, bands gaan, gaan nu opschuiven met, met releases hè, en tours mm. worden uitgesteld... en dan gaat ook die plaat automatisch. Dus ja... Uh, moet je dan wel als kleinere band dan nog willen release wanneer het over is? Want dan staat er zoveel klaar. Mm. En nu inmiddels zie je dat alle grote namen gewoon hun cd's hebben uitgebracht. Want ja, waarop ga je wachten? Yeah. Want het is zo'n infinity ding waar je op aan het wachten bent. Dat je denkt, ja, ik ga gewoon nu die plaat uitbrengen. En die tour komt wel later. En als die tour niet meer komt, dan zien we dat ook wel weer. Yeah. Maar je kunt yeah. op een gegeven moment niet meer je platen twee jaar op de plank laten liggen. Want die bands die denken ook meerdere jaren vooruit. Yeah. Maar, ja. We hadden ook al een tijd niet echt meer een, 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 een uh, meerdere song project uitgegeven. We hebben een EP uitgegeven in 2015, tussendoor wat singles. Dus we stonden eigenlijk ook gewoon te popelen om weer een keer iets de wereld in te slingeren. En daarnaast hadden we ook inspiratie weer voor een volgend project, ja. voor een volgend album. En je wil ook niet met zoveel onzekerheid maar blijven uitzetten Want we wilden eigenlijk simpelweg ook gewoon onze nieuwe ideeën de wereld in, in gooien. En nou, dat was ook een ja, grote motivatie om te en aan, aan, aan een album werken is ook gewoon, het wer je werkt aan een creatief proces en op een gegeven moment moet er gewoon een punt worden gezet achter dat proces en dan kan je dat, dat voelt het best als het gewoon eruit is. En dan kan je wel inderdaad onder omstandigheden de hele tijd ervoor uitschuiven, maar ja, op een gegeven moment is het ook gewoon voor je eigen mentale uh, creatieve mindset, moet je het er gewoon uitgooien. Ja. En ik neem aan dat er ook een hoop supporters geweest zijn, zeker met zo'n zo vinyl. Dat mensen dan zeggen, nou dan gaan we nu die vinyl lekker kopen, tot we in ieder geval thuis wat kunnen luisteren. Ja, uh, zeker. Zonder ja. dat er direct een, een gig bij, uh, bij zit, zeg maar. Want hebben jullie überhaupt dan vorig jaar nog wel iets gedaan, qua live shows ter promotie van de plaat? Nou, ter promotie van de plaat is een groot woord. Uh, ik kan me herinneren dat het. Als opvolging van de plaat. Ja, ja, <laughs> ja, volgens mij op 1 juni ging het een en ander weer open vorig jaar, als ik me goed herinner. En toen hebben we eind juni inderdaad zo'n anderhalf meter show gespeeld in Katwijk, in de box. En we hebben toen op 17 juli een show gespeeld. Anderhalve meter afstand in Azeltot, een lokaal poppodium hier. Okay. Dus we hebben toen twee van die shows kunnen doen. Maar ja, zoals we allemaal herinneren, is het daarna ook weer redelijk snel achteruit gegaan met de cijfers. En dus ook met onze uh, showplannen en tourplannen. En afgelopen jaar hebben, zijn we vooral teruggevallen op livestreamconcerten. En gelukkig, want ook natuurlijk de afgelopen paar weken gaat het weer niet zo goed. Hebben we in uh, uh, juli en. Maar nu was de eerste show, juni, afgelopen juni en juli. Uh, twee showtjes nog kunnen meepakken. Dus we hebben, we hebben gespeeld, hield niet over. Maar de plaat is gepromoot op plekken. En verkocht uh, een ja, beetje. Vermoed. Niet precies wat je wilde, maar. Ja. Nee, oké, okay, maar dat, is, dat, dat geldt natuurlijk voor iedereen die in, ja. een, een, een plaat uh, of een tour had staan. Absoluut. Dat dat uh, ja. bij velen in streep bedoel. We hebben op een gegeven moment artiest gehad En in Citad, uh, in, in die had dan een tourplannen gemaakt. Maar was nog elders in de wereld en kreeg daar COVID. Ja. Oh, yeah. dan wil je terugkomen, wat dus niet gaat, laat staan, optreden, wat je dan wilt. En dan een paar weken later is het dan wel over en kun je het wel weer allemaal. Maar dan is net je tourplan ja, wel gehalveerd opeens. Ja, ja. daar ja. kun je natuurlijk ook niks aan doen. Dus nee. dat heeft natuurlijk wel allemaal uh, invloed voor alles wat je... Wat je ja, alle, alle plannen die je hebt gemaakt. En dat geldt natuurlijk voor iedere band of iedere artiest uh, in, in dit geval. Um, maar jullie zeggen ook al van, ja, weet je, dat borrelen ook al nieuwe dingen... Zit daar dan meteen nu zo'n plan in? Zo van oké, okay, we gaan nu heel hard schrijven, werken eraan, zodat als het straks weer allemaal mag, dat we dan meteen met eigenlijk twee platen eh, op dat podium staan? Of wat is dan? Nee, de ja, gedacht... we, hebben, we, hebben, we hebben heel hard gewerkt. En, uh, eigenlijk sinds het begin van. Uh, nou, sinds, sinds onze vorige plaats uitgekomen, ons debuutalbum, uh, dus in, uh, in april 2020, hebben we heel hard doorgewerkt aan muziek. Uh, want we konden niks anders. En we hadden heel veel inspiratie en we zaten echt in een soort van stroom. Uh, dus we hebben heel hard doorgewerkt en ook gewoon hier opgenomen en dat is ook de periode waarin we dit deze studio hebben opgebouwd. Um, en we hebben uh, afgelopen mei uh, hebben we een nieuw album uitgebracht, uh, What's to Come, uh, die uh, die ook uh, ja daar ja dat is toch ook weer een stap die we hebben gezet, ook muzikaal waar we heel erg trots op zijn. Uh, en nu zijn we bezig aan het volgende project wat wat we hopen nog Eventueel dit jaar uit, uh, uit te brengen, ook nog. Dat is toch fijn dat je je eigen studio hebt. En dat je niet ja, dat is de plus. Ja, je kan uh, productief blijven zonder altijd in de portemonnee te hoeven kijken. In ieder geval, het opnameproces kun je lekker hier doen. Ja. Lekker schrijven ja. zonder dat je dan voor alles je uh, portemonnee te trekken. Dat is een ontzettende fijne vrijheid die we nu onszelf hebben ingebouwd. Want dan is dan uh, in mei, dus de vervolg, of uh, de, 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 de nieuwe plaat uitgekomen. Dat is dan. Ja, je hebt natuurlijk die tracks al geschreven terwijl je dat de, het vorige proces nog eigenlijk aan het afronden was. Of zijn allemaal nieuwe nummers die je pas na april vorig jaar hebt ge gemaakt. Uh, bijna allemaal nieuwe nummers. Ja. Dan hebben jullie flink doorgewerkt. Ja, ja, ja. ja. ja er liggen altijd wel ideeën uh, ergens op de plank. We hebben, uh, mijn mobiel staat er vol met, uh, <laughs> <laughs> met kleine snippets van dingen die we, die we eigenlijk nog allemaal heel leuk vinden om door te werken. Dus uh, we hebben uh, ja, ideeën genoeg. <laughs> En dan nu weer naar het volgende, wat jullie zeggen. Dus dat gaat, dat gaat hard. Ja. Op het moment dat jullie uh, bezig zijn met muziek... wat zijn jullie inspiratiebronnen uh, dan? Waar, waar heb je de afgelopen tijd naar geluisterd bijvoorbeeld? Ik gok dat het voor meerdere van ons geldt... dat in ieder geval sinds de debuutplaat... dus voor het afgelopen album... onze interesse toch weer iets meer uh, ging naar wat modernere rock. Uh, bijvoorbeeld uh, Radiohead. Uh, daar zijn we... Allemaal uh, erg fan van. En dat heeft ook, denk ik, wel bepaalde tracks van het uh, afgelopen album, dus het tweede album, geïnspireerd. Um, nou, Florian kan ook wel iets meer toevoegen. Uh, maar bijvoorbeeld uh, King is It en The Lizard Wizard. Ja, ja gewoon. Uh, ja, want bij ja, Radiohead kan je. Het is vrij modern natuurlijk, maar het stamt ook alweer uit de jaren negentig eigenlijk. Ja. dus... We noemen het nog steeds modern. Ja, we noemen het nog steeds modern omdat het gewoon zo innovatief is. Um, maar ja, ook gewoon heel veel hedendaagse band die wij. Die wij enorm vet vinden om, om naar te luisteren en die ons inspireren. Bijvoorbeeld uh, ja, Alton Gun uit Nederland vinden mm -hmm. we geweldig. Uh, King the Lizard Wizard. Uh, wat heb je nog meer? Je hebt Squid, die hebben laatst een debuutplaat uit Engeland, geweldige plaat. Um, ja, Black Midi, zo kan je nog een tijdje doorgaan. Er, er gebeurt gewoon echt in de rock scene op dit moment, waar, een tij, waar het een tijdje stil was, gebeurt er nu echt wel echt hele, uh, hele vette dingen. Ja, iedereen heeft natuurlijk ook gewoon zo'n urgentie om iets te gaan maken. Ja. Ik bedoel, ja. voor het uh, totaal ander, ander genre, wel een beetje rokkant. Opeens de Hydro's die met acht nieuwe tracks uitkomen, ja. Ja, die hebben ja. gewoon echt zoiets van... Ja, maar dit vraagt om iets, weet je? We moeten wel iets, iets maken. Terwijl ze al lang een afscheid hadden een afgenomen <laughs> en de, de, al die dingen hadden gedaan. Iedereen had zei ah, dat is goed, prima, weet je? Na al die jaren, jullie mogen even rusten. En dan toch dat die, dat, dat toch weer begint op te boren. Ja. Ik kan me voorstellen dat bij een hoop bands dat ze zoiets hebben, ja... Um, Misschien waren we net, even net, net, net stil genoeg, zeg maar. En dan gaan we nu weer uh, opeens vol gas geven. Ja, maar ja, voor ons was het denk ik ook een beetje een, een uitlaatklep. We hebben dus deze plek. Uh, we kunnen hier in principe zijn hoe vaak en wanneer we willen. Het liefst buiten kantooruren, want dan wordt hieronder ook getelefoneerd met klanten. Dus dat is net iets minder gemakkelijk. Het wakmuziekje wat er niet gezet. Ja, ja de, de, de lockdown en de, crisis, de coronacrisis zorgden er ook gewoon voor dat wij hier een hele fijne plek hebben om onszelf terug te trekken. Dus voor ons was het een uitlaatklep. Dat misschien ook kan verklaren dat we eigenlijk alleen maar productiever zijn geworden ja. sinds, sinds de coronacrisis. Ja, en het is natuurlijk ook uh, letterlijk, je hebt hier behoorlijk wat ruimte. Dus het is ook niet zo dat je meteen elkaar in de weg zit nee. uh, en toch samen muziek kunnen maken. Ja, andere, andere bands die hebben alleen maar een kleine oefenruimte waar je meteen heel dicht op elkaar zit en geen kant op kan. En ja. Ja, dan is die productiviteit natuurlijk ook ver te zoeken als je dan uh, op alles moet gaan letten wat je aan het doen bent. Ja, precies. En we zitten op een industrieterrein, dus we hoeven ons gewoon niet te houden aan... aan, aan... Bepaalde kantooruren, of weet ik veel wat. Ja, ik heb geen idee trouwens, wat jouw microfoon aan het doen is of dat het echt aan mij ligt. Maar de ene keer is het heel zacht, de andere keer is het heel hard. Oh. Maar uh, uh, geen idee, het zal, zal wel goed komen. Um, jullie zitten nu zo, zo in, dat, in, in, dat, in dat maakproces, zeg maar. Uh, en, en, en jullie noemen al van jullie hebben inspiratie natuurlijk uit, uit andere mensen. Uh, andere dus zo, zo werkt natuurlijk gewoon muziek maken. Um, welke inspiratie gaat ja, jullie meenemen naar de live shows? Die komen ooit weer trouwens terug hoor. Maar... <laughs> hoe, hoe ziet zo'n zo bandsetting met vijf op een podium draait voor jullie? Uh, ja. Wat we, wat we altijd eigenlijk voor heel erg op geleund hebben, is, is, is de live optredens die wij enorm vet vonden om te kijken en om bij te zijn. Uh, en dan vooral eigenlijk de energie en een soort van de. Um, ja. De, 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 de uniekheid van, 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 een, van een live optreden, dat is toch iets waar... Dat, dat kan je alleen op dat moment ervaren. En je kan het wel vastleggen, maar het is toch anders als je erbij bent geweest. En voor ons is, die, is, is, is dat hele charme-aspect van, van het live optreden... dat proberen wij ook heel erg neer te zetten. Gewoon elke keer live iets, iets nieuws doen, iets, iets anders. Um, een, 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 uit, een nummer uitbreiden met een, met een voor- of een na-stuk of een, of een solo het is een beetje ja zoals het in de, in de vroegere tijden 70's, 80s, wat meer deden ja. uh, en Ben zoals wij dat uh, ja bij, bij, heel erg fan geweest van Led Zeppelin van uh, van Prince van, uh, van Clapton van Hendrix ik bedoel dat zijn gewoon een beetje de, de oernamen mm -hmm. uh, die dat gewoon allemaal live weet je het was gewoon een, een ervaring ja. uh, en dat hopen wij uh, ook maar een beetje aan de onderkant van wat zij hebben gedaan. <laughs> uh, te krabben om daar een beetje creativiteit en inspiratie vandaan te halen. Ja, ja echt helemaal aan het begin van, van, van onze band. Toen we het allemaal nog een beetje aan het uh, leren en oefenen waren. Het live optreden. Nou, dat zijn we zijn nog steeds aan het leren. Maar toen vooral. Uh, toen hadden we ook echt voor onszelf de, soms de uitdaging gezegd. Op een plek waar wij ons comfortabel voelden. Van nou, ah, we spreken een toon soort af. En de komende tien minuten gaan we iets improviseren. En dat wordt hopelijk goed, soms was het niet zo goed, maar dat heeft ons er wel, denk ik, toe geforceerd, zeg maar, live een frisse ervaring te kunnen brengen voor, voor het publiek, in plaats van je setlist af te werken zoals mensen die het er vaker staat, bij zijn ja. het al. Ja. Mensen. En de, ja, wat Florian ook al zei, wat vlak voor de podcast hadden Florian en ik nog over een plaat die jij op de kop heeft kunnen slaan van de Royal Albert Hall at Zeppelin, ja, dat zijn de concerten waarin dat glorieus gebeurde mm -hmm. en dat heeft ons wel geïnspireerd. En dat dat, dat is ook letterlijk ervaring op doen. Honderden keren doen. Ja, en dan, dan gaat dat, dat, dat ook is, niet ja. mis op die plekken. Dat is dan ook weer. Uh... Ja, het is ook echt iets wat je, dat moet je gewoon. Dat is echt slijtage. Ja. En, en gewenning. En op een gegeven moment je zo prettig voelen in je element daar. Dat, er, dat, dat je ook dingen durft. Nou ja, toevallig. De vorige podcast was met Pax van, uh, van de Guitman Orchestra. Ah, uh, die hebben natuurlijk ja. gewoon ook dat, dat gedaan. Gewoon ja, een toonsoort en let's go. Ja. Um, en ja, ik ben bij veel van die shows bij geweest. Dat was nou niet altijd even best. Ja. <laughs> maar maar de, de keren dat het slaagde, was het inderdaad glorieus. En dat je ook denkt, ja, dit had ergens moeten landen. En dat was nou eens net niet de bedoeling. Het was de bedoeling nee, om nee. alleen die avond, op dat moment. Ja, ja en, en dat is natuurlijk ook wel, inderdaad, als je dat. Als je dat we hebben toen heel. zo'n zo lange, lange tour gedaan, zeg maar. Ja, dan komt dat wel, weet je. Dan, dan, dan mislukt dat ook niet op de dag dat je het wel gaat opnemen. Nee, nee, en je moet je daarop ook. Dat is zo'n vet en uniek project wat hij dan doet. Daar moet je je ook aan overgeven dat je dat dan in het, in het moment dat er dan soms dingen minder of beter gaan. En dat is ook de charme. En, ja. Zeker, en zeker als je dan nu dat terug begint te luisteren, dan denk je, ja ik was daarbij, maar ja, het komt echt niet zo binnen als toen het daar was. Het ja. klinkt toch steeds goed, want het, met, maar het, het is niet ja. meer die energie. Weet je? Je, je hoopt dat je een hoop kan, kan, kan opslaan op, op het schijfje. Maar ja, de, de, het, 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 het zweet vandaar, of het licht vandaar, of hè, die, ja. die, die, die moed die je zelf had vandaar op dat ja. moment. De geuren. Ja, weet je, dat heb je niet erbij. Dat, dat is gewoon hoe het, hoe het werkt natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook heel erg het verschil tussen een live, al, hè, een live album, of, een, of een, überhaupt een album, versus het, de live ervaring die je ja. op een podium geeft. Op het moment dat jullie um, uh, nu, nu de, die, die platen hebben, wat voor je stellen jullie dan voor jezelf dadelijk om te kunnen gaan optreden? Zijn er bepaalde... Zalen waar jullie uh, naar uitkijken of festivals? Uh, ja, ja. Um... We hebben... Ja, Royal Albatel. Ob dat dat, 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 is, is dat zou fantastisch zijn. We, we hebben een interne grap. Ja. Dan roepen we elk jaar, volgend jaar staan we in Wembley. Ja. Het is niet zo moeilijk. Hè? Het is net zoals Giesmeer. Je, je huurt gewoon die dag af. En je moet gewoon betalen. Meer is het niet. En dan moet je zelf zorgen dat dat ding vol komt. Want anders heb je niet terugverdiend. Nee. dat wordt met Wembley een uitdaging in elk geval. Ik denk volgend jaar sowieso. Ik denk dat hij wel goed vol zit. Dat jaar. Het hele jaar Billie Eilish gezeik. Ja, doelen gesteld. Nou ja, uh, een concreet doel uh, wat we ook samen met onze booking agency uh, Itvi hebben gesteld, is dat we een klein beetje uh, uit de kroegen zien uh, bewegen. Niet omdat we het niet leuk vinden om in kroegen te staan, dat zeker. Dat hebben we ook veel gedaan. Maar je hebt al genoeg bier hier, dus het hoeft niet iedere keer een bier <laughs> te worden. Eén, we hebben genoeg bier. En twee, dat zal denk ik iedereen herkennen, komt je show en de elementen ook gewoon soms net iets beter over als de situatie daar het best voor leent. En uh, dat is een doel die we ons hebben gesteld. En in zekere zin hebben we daar ook een mooi vooruitzicht in. Want in het begin van 2022 uh, staan we samen met uh, Mother's Cake, een hele toffe band ja. uit uh, Oostenrijk, in De Pul, in Uden. Dus dat is in ieder geval. Lekker begin Fingers crossed, maar ja. waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, nou ik kan er geen zekerheid zeggen, maar hoogstwaarschijnlijk een mooi vooruitzicht. En, dat mag toch hopen op 2022 zijn? Ja. Exact, ja, exact. Ja, exact. Dus, uh, ja, en we willen gewoon de, de, de release show die oorspronkelijk stond voor ons debuutalbum in Echo, die gaan we gewoon inhalen en dat wordt gewoon een, uh, dat wordt gewoon een feest waarin we drie albums hopelijk uh, gaan vieren met iedereen <laughs> ja. die daar staat. <laughs> ja. Dat ja. is ook zo gek, dan heb je een ticket gekocht voor het eerste album. <laughs> ja, nou, die tickets ja. zijn dus echt gekocht uh, ja, 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 ja. en, en, en opgeschoven, nog steeds. Ja, ja dat is. Uh. Ja, dat, ik vind het nog steeds zo'n gekke werk dat, je, dat, dat, dat dat natuurlijk nog steeds gaande is. Maar inderdaad, ja, zo'n release natuurlijk in, voor, voor eigen publiek is het natuurlijk top dan. En de Echo is natuurlijk een prachtige zaal om, om in te staan. Ja, zeker. Uh, uh, niet te hoog springen, want dan heb je hoofdpijn. Maar verder <laughs> is het helemaal top. Ja, ja, ja. Dus, uh, yeah, sowieso Echo. Echo is een van de, van de mooiere plekken natuurlijk in, in, in Utrecht zelf, als je het hebt over concertzalen. Iedereen loopt natuurlijk wel loopt weg met de Tivoli, maar aan de andere kant... Ja, nou ja, er zijn, dus niet, er zijn dus steeds minder plekken in, uh, in Utrecht. Ja, ik, dus. ik, als ik ergens heen ging, ging ik heel vaak naar de Helling. Ja, ja. ja ik, bedoel, helling. ik hoef niet iedere keer in, in die ronda of in de wat is het, cloud te staan. Maar, dit, de... ja. Ja. Nee, dit heeft ook, maar dat is hetzelfde met de Echo. De, de, de Helling heeft een beetje dezelfde sfeer. Het, is, het heeft gewoon iets, uh, ja, iets meer... De, de, Iets minder gestileerd of zo ja. dan de, dan, dan de Vredeburg. Ja, maar dat is natuurlijk ook als je als je al die nieuwbouw hebt van die popzalen, ze lijken allemaal ja. op elkaar zijn hetzelfde opgebouwd, want je moet hetzelfde geluid kunnen hangen. Je moet dezelfde faciliteiten bieden voor bands. Hè, de wat grotere mensen zeggen ook van ja, we komen niet meer als het er dit of dit niet meer staat. Allemaal terecht, dus dat is ook heel logisch. Ja. Maar ja, dan als je dan als, 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 als band uit de, de kroegencircuit komt, dan, dan is dat eigenlijk nog een stap te ver. Terwijl dan zo'n echo of een, of een helling natuurlijk veel meer erbij past. En dat ook wat meer de sfeer uh, ja. uh, geeft op dat moment. Ja, en onze vorige tours hadden we altijd wel een soort van hybride. hoor. Dat was denk ik, 70% waren dan kroegen. En dan pakten we hier en daar een festivaletje mee. We hebben bijvoorbeeld in 2018 op het... Uh, 18? 2019 op de Vrijheidsrestaurant Utrecht gestaan, wat heel mooi was. Mm. Uh, maar die, die proportie kroeg tot, uh, tot, 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 tot popzalen en festivals zouden we iets willen verschuiven. Ja, ja maar dat is een mooi, mooi, mooi doel toch. En, en zeker ook haalbaar. Ik bedoel, het is niet tot, uh, totdat een mega stap meteen is. De stappen daarna zijn vaak groter. Dat je denkt, oké, okay, ik ga nu van zeg maar de 600, 1500. Dat lukt. Maar dan zit er niks meer boven in Nederland, zeg maar. Dan ga je meteen naar die 6000 tot 17.000. Dat je denkt, dat is te veel. Ik moet iets ertussen hebben. Dus... Uh, Nee, maar het is natuurlijk wel heel mooi dat dat in ieder geval een beetje een, een mooie, uh, mooie balans ook is. Of in ieder geval een mooie weg is om, om in te slaan. Mm. En dan met Daag drie albums in plaats van één. Geeft ook wel een extra verhaaltje om te vertellen. Zeker. En dan gewoon lekker terugkomen bij Bevrijdingsfestival Utrecht. Want die zeggen dan ook, nou, kom dan nog maar eens een keer. Dat, dat is weer een, weer een mooi verhaal te vertellen. Um, dus ja, ik denk dat het wel mooi is. Zullen wij een beetje, beetje afronden? Ik zie uh, iets meer dan dertig minuten op mijn tellen staan. En we hebben nog een beetje intro-praat gehad. Dus het zal ongeveer een half uurtje zijn geweest. <laughs> maar ik denk dat het wel een hele mooie introductie is voor, voor, voor jullie naar de mensen die hier naar luisteren. Uh, van wie jullie zijn. En dan nog eens een keer met twee videoclips erbij. Die zij kunnen, kunnen bekijken op, uh, op mijn website. En op mijn socials en al die andere uh, plekken. Maar uh, plug uh, jullie uh, socials even. En ik zet ze dan ook meteen in de show notes uh, erbij uh, straks. Ja, nou, je kunt ons volgen op uh, Instagram. Uh, um slash Between the Jars op Facebook, slash Between the Jars. We hebben een eigen website, grotendeels beheerd Florian naast me, www.betweenthejars.com. En dat zijn de platforms waar we het meest actief op zijn. Je kan natuurlijk onze muziek beluisteren via alle populaire streaming services, uh, Deezer, Spotify. Verniel. Ja, en, en YouTube <laughs> houden we tegenwoordig ook goed bij. Dus uh, ja, volgen. Dus het is uh, uh, jars.com, slash shop dan? Of wat is de... Link voor nee, je bedoelt, als je een vernieuwdje wil kopen of een of een CD, dan kan je ons gewoon mailen op 'Between nou, kijk eens aan. En dan zetten dan we dat we ons hoogpersoonlijk. Ik, 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 ik heb dadelijk nog wel even wat er allemaal precies in moest, maar <laughs> met het uh, dat dat zet allemaal lekker in de show notes. Ja, yes, super. Uh, en, en straks onder de videoclips komen dat ook nog allemaal wel, altijd wel terug. Dat, uh, dat heb ik een standaard uh, layoutje voor gemaakt, dus dat komt wel in orde. Hey, super tof dat ik hier mag zijn en super mooie plek. Super bedankt dat je hier gewoon ja, twee mooie clips uh, voor ons je hebt nog geschoten, gezien. Hè? Je hebt nog niks gezien. Ik vertrouw er helemaal, <laughs> ik vertrouw er helemaal op. <laughs> ik, ik, uh, ik hoop dat het goed komt. Uh, nee, ja, de, de, wat staat, ja, ik heb nog een andere Shark Talk gepland. Die wordt nu opeens nummer 91, want deze komt ertussen. Um, uh, maar daar komt iemand terug die, die, die vorige keer al een keer gesproken hebben in, in deze lange, lange reeks. Maar we gaan het over iets totaal anders hebben. Dus kijk daar vooral naar uit te staan. Subscribe op. Het podcastplatform waar je nu dit aan luisteren bent. En als je dit nu niet op een podcastplatform aan luisteren bent, vraag me af waar je het wel aan luisteren bent. Uh, dan zit het in je eigen hoofd. Um, maar verder komt het helemaal goed. En ja, dit, er komen vast weer nieuwe clips uit. Want ik ga morgen vroeg namelijk nog twee clips opnemen. En ik heb nog een andere sessie staan. Waar niet alles helemaal goed is gegaan. Maar daar gaan we ook nog kijken om die nog uit te brengen. Dus dan zijn er alweer zes. En ik heb nog een paar andere dingen op de planning staan. Dus ja, er staat genoeg weer te gebeuren op de, de site en de socials. Uh, en ja, ik ben ook weer live foto's aan het maken. Ik had gewoon gisteravond een show. Nou, kan, het uh, kan weer. Sorry, man. Ja, ja anderhalf meter show. Maar, maar niet uit, dat, uh, het komt weer helemaal goed. Er ja. uh, komen weer allemaal leuke dingen aan. Op naar hey. betere tijden. Ja, dat. September zeiden ze de vorige keer, maar ik, ik heb er steeds minder hoop in. We zullen het zien. Ik hoop het wel, want dan we hebben het ook weer hele leuke shows aan de pop-up je Volt die ik allemaal gefixt heb. Uh, maar dat dus afsluitend. Dankjewel voor het luisteren. Jullie bedankt. Uh, jullie bedankt die beneden zitten, maar die horen ze niet. Ik gaan ook niet schreeuwen. Heeft geen zin. Uh, <laughs> en tot een volgende keer. Hey, dankjewel. Hè. Ja, hey. tot ziens. Doei.